stappen. Gaan ze over deze 2,81 meter, dan verbetert ze haar persoonlijk record met 1 hele centimeter. Maar zo gaat dat bij het Polsen hoogspringen. Het is een onderdeel van centimeters. We kijken naar Lianne Dana. Tweede poging op de aanloop. U ziet de klok lopen. Ze heeft een minuut de tijd. De klok telt erop. Lianne pakt haar moment. U ziet dat de klok wat ruimer tikt. Hij is in zijn eentje op deze hoogte. Mag dus wat meer tijd pakken dan die ene minuut die hij op de vorige hoogte had. Hij heeft 3 minuten de tijd nu om zijn moment te pakken. En zo meteen gaat die stok weer omhoog. Dan gaat hij aanlopen. En gaan we kijken naar de tweede poging van Michel van Os met lat op 2 meter 91. Zeg niet dat het niet gaat lukken, want hij heeft nu zo meteen nog 1 kans. En hij ging vorige week over 2,86 meter. Nu staat het. Ja, 2,96 meter in 1 keer voor Samar. Die zit lekker in de wedstrijd. Die kan ook wel even door. En dat betekent dan voor haar eerste poging op een nieuwe persoonlijke recordhoogte van 3,16 meter. Utrecht laat je horen voor Samar Ahmed. Dat zit er wel in vandaag hoor. Samar begint met een foutsprong op 3,16 meter. En dan met een foutsprong met belofte. Zoals in de tweede poging, 3,16 meter, Samar Ahmed. De rode vlag omhoog bij de jury. Deze vader heeft een beetje bij collega Rob van Poepel aan het woord. Jongeman die 3,40 meter gesprongen heeft dit jaar. Die nu de lat mee gaat nemen naar 3,21 meter. Dat is een mooie klus. Dan moet je even van je afgooien dat gevoel. Hij ging zo makkelijk de lucht in bij de vorige hoogte, dus ook bij de